Azaïren van 6 tot en met groep 8 mag aan de linkerkant van jullie rechts gaan zoeken naar 2 ballen en natuurlijk ook een hoop paasaieren. Straks als wij zien dat alles gevonden is, dan gaat de drumband even trommelen. En dat wil zeggen dat iedereen weer terug mag komen naar deze plaats waar we nu ook staan. Paashaas, hebben ze je toch gevonden? Ja. Zo, en was je goed verstopt? Ja, ik was goed verstopt. Maar ze hadden me al redelijk snel gevonden. Hoe kan dat dan, als je goed verstopt bent? Ja, de kinderen zoeken zo goed. Dus, ja, dat is heel lastig. En het is heel weinig blaadjes in overal. Dus ja, het is heel lastig. Om, ja, dat is zo. Ja. Dus je hebt geen hol gegraven? Nee, ik heb geen hol. Nee, ik ben net iets te groot van die. Zo dan? Ja, ik ben net iets te groot. Ja, laat je handen eens kijken. Nou, die kunnen het goed graven, of ja, niet dan? Ja, ik zie, ze zijn groot genoeg. Ja, zie je. Nou, het is erg leuk vandaag, ja, toch? Goed, ja, je ziet, ja. Het is mooi weer. Het is zo. Top. Het is een echte paasdag vandaag. Ja, ja, lekker. Hoi. Lekker. En Mats, wil je ook eens zeggen? Nee? Nee? Ja. Oké, dan niet. Ja, leuk hè? Ja, zeker leuk. Heel leuk. Dus we hebben alles. Hebben jullie alles gevonden nou? Dan weet je, gaan even vertellen hoe de eieren zijn. Oh ja. Hoe de eieren zijn. Dat kunnen we even vertellen. Allemaal. Groen, groen zie ik. En geel. Jij ook? Zie je dat ook? Ja. En blauw. Ja. En zie je nog een kleur? Rood, oranje. Oranje, ja. Nou, als de band weer leeg, kunnen ze weer opnieuw gaan tellen. Ja, een groepje van 10, ja, 10. Ja, een ander groepje van 10. Ik heb er nog 2 van. Ja. Een groepje van 10. Ik heb er 2 van groepje. Dat zijn, wacht er nog. Daar zijn er dan 20, ja. En daar zijn er dan... 21, 22. Ja. Dat zijn 24. 40. Heb je even tijd? En hier bij me staat de voorzitter van het gilde, de hoofdman moet ik zeggen, Gert-Jan. Hoe is dit ontstaan?
Ja, ik denk een stukje ook vanuit de dorpsraad natuurlijk en in samenwerking met het gilde om iets leuks tijdens de paasdagen te doen. En ja, daarbij zijn ze op het idee gekomen om paaseieren en ballen te gaan zoeken voor de jeugd. En als je ziet, ja, die jeugd vermaakt zich prima vandaag. Ja, vooral het zulk mooi weer. En de paasas, hebben jullie gauw kunnen vinden? Iemand die ervoor wilde spelen, dan bedoel ik. Want ze hadden hem heel snel gevonden, omdat er te weinig blaadjes aan de bomen zitten. En dat hij niet zo goed kon graven, heeft hij net verteld. Maar dus, konden jullie iemand vinden die het wilde doen? Ja, we hebben inderdaad iemand gevonden. En die heeft zich ook als verrassing verstopt natuurlijk in de bossen. En ja, in dit geval Nico van der Zanden, die wilde dit jaar ook weer de paashaas zijn, net als vorig jaar. Heel erg leuk. Jullie gaan zo meteen weer terug en dan? Nou, dan gaan we dadelijk weer terug naar de Lemse Kuul, waar wij een mooie vuurkorf hebben gemaakt met hout erin. En dan mag de jeugd dadelijk nog marshmallows bakken onder het vuur. En er is dadelijk ook nog iets met een soort pijl en boog schieten. De vuurkorf, dat was eerst een heel groot paasvuur, maar dat is niet meer zo. Nee, want in verband met ook alle veiligheidsreglementen is dat helaas niet meer mogelijk. En we snappen het natuurlijk ook wel, want voor hetzelfde als het een hele droge periode, dan is de kans op uitbreiding van het vuur, waardoor we het niet meer onder controle kunnen houden. Mm-hmm. Dus daarom hebben we besloten om het wat veiliger te maken, mooi met een hek eromheen en een grote vuurkorf. En natuurlijk lange stokjes om toch bij het vuur te kunnen komen met de marshmallows. Ja. Lijkt me heel erg leuk. Nog heel veel plezier en misschien komen we nog even kijken. Dankjewel. Dat is goed, jullie zijn van harte welkom. Oké. Okay. 51. En ik denk dat we nou kunnen zeggen dat we de rest niet meer kunnen vinden. Wel, we hebben er nog eentje. Nog eentje? Hoppakee. Gooi maar het mandje. Wie heeft de leiding? Want we kunnen nou... 51. Nee, 52. Ja, zijn we weer aan het van Vilensbeek in Groningen. En ik wil jullie allemaal welkom heten hier in het Gildenhuis. En super leuk dat er zoveel mensen aanwezig waren tijdens de paaseierbezoeken. En als je hem niet hebt, dan krijg je hem later nog, hè? Dat wordt geregeld. Ja, ik zou zo even dat ik dat niet.